In deze animatievideo leggen we uit wat er vervolgstappen zijn als er een aanvraag is voor een windpark dat buiten een restgebied ligt. Valt de aanvraag voor het beoogde windpark buiten een restgebied, dan bekijkt de provincie nog eens goed de voorwaarden waar een aanvraag minimaal aan moet voldoen. Dat zijn een goede zon-windverhouding, het tijdig halen van het restdoel, de wettelijke normen, het plan moet passen op het elektriciteitsnet en de initiatiefnemer van het windpark moet de omgeving zorgvuldig bij de plannen betrekken. Als aan al deze eisen wordt voldaan, bespreekt de provincie het plan met de regio en de gemeente. In de RES-regio vindt afstemming plaats over hoe de RES-doelstelling gezamenlijk kan worden behaald. Met een nieuw en kansrijker plan kunnen niet haalbare plannen worden gecompenseerd. Daarna zijn er drie mogelijkheden. 1. De gemeente pakt de aanvraag zelf op. 2. De gemeente wil de aanvraag niet oppakken, maar de regio adviseert dit wel te doen. En 3. De gemeente wil de aanvraag niet oppakken en ook de regio adviseert dit niet te doen. In het geval dat de gemeente de aanvraag voor een windpark buiten dit restgebied toch afwijst, vindt er opnieuw overleg plaats met provincie, regio en gemeente. Mocht de gemeente het plan hierna nog steeds afwijzen en het plan draagt echt bij aan een goede verhouding tussen zonne- en windenergie of het tijdig halen van het restdoel, dan pakt de provincie het plan op en volgt er een provinciaal inpassingsplan. Onder de nieuwe omgevingswet heet dit een projectbesluit. Het uitgangspunt is dat provincie, gemeente, initiatiefnemer en andere betrokkenen samenwerken aan de realisatie van windprojecten. Het bevoegd gezag ligt bij voorkeur bij gemeente in samenwerking met de provincie. We zijn tenslotte samen op weg naar een duurzaam en CO2-neutraal 2050.